Dat het uur van de waarheid nadert. Maandag vergaderen de Europese ministers van Financiën. En dan moeten ze ergens mee komen om de Griekse schuldencrisis te bezweren. Zometeen Willem Buiter, top-econoom van de Citigroup, een grote bank in Amerika. Maar eerst minister Jan Kees de Jager van Financiën. Hij waarschuwt dat de gevolgen van de Griekse crisis erger kunnen zijn dan de kredietcrisis van 2008. Een instabiliteit in het financiële systeem in Europa kan zeer grote gevolgen hebben voor de economische groei. Dat hebben we wel gezien in 2008 en 2009, waarbij het omvallen van één bank een enorme economische crisis heeft veroorzaakt uiteindelijk. Nou, nu is de situatie met Griekenland nog veel erger. En de situatie met Griekenland is in potentie nog veel erger en veel ernstiger. Door Europa waart een veelkoppig financieel monster. Naam de schuldencrisis. Het monster steekt nu de kop op in Griekenland en daar kennen ze het beest al. In de Griekse oudheid bestreed Hercules Hydra. Sloeg je daar een kop van af, dan groeiden er twee voor terug. Maar Hercules zijn neef schroeide de nekken van de afgeslagen koppen dicht. Geen halve maatregelen en daar is Europa nu opnieuw op uit. Grieken moeten eerst laten zien dat ze bereid zijn, in staat zijn om daadwerkelijk nog veel strengere en nog veel pijnlijkere maatregelen te nemen dan ze al hebben gedaan. Dus ik verwacht ook van de Grieken een aanvullend pakket wat betreft economische hervormingen, wat betreft privatiseringen. Want anders gaat het echt niet goed in Griekenland en de oplossing moet vanuit Griekenland zelf komen. Griekenland is eerst aan de bal. Daar waar in Europa landen als Ierland, Portugal en in mindere mate Spanje het ook moeilijk hebben, zijn de problemen van Griekenland het acuutst. In het geheim overlegden een paar Europese grootheden vorige week in Luxemburg. Ook in het geheim werd onze Tweede Kamer tijdens het voorjaarsreces gisteren ingelicht. We hebben een conference call met alle Europese ministers gehad deze week. We komen maandag en dinsdag aanstaande weer bij elkaar in Brussel. En dan bespreken we alle mogelijkheden die we hebben. En gaan we kijken van hoe kunnen we op de beste manier een nieuwe financiële economische crisis voorkomen. Wat zijn de problemen? In Griekenland stijgt de staatsschuld dit jaar naar 150% van het bruto nationaal product. Dus de schuld is de helft groter dan alles wat het land verdient. En de rente die het land over de schuld moet betalen is in de private economie gigahoog. Want banken, pensioenfondsen, investeringsfondsen en particulieren lenen tegen meer dan 20% uit. De Europese landen lenen ook aan de Grieken tegen lagere percentages, maar met harde saneringseisen. Dus dalen de pensioenuitkeringen, dalen de lonen, stijgt de werkloosheid en krimpt de Griekse economie. Waardoor alles alleen maar slechter wordt. De door de eurolanden geëiste lastenverhogingen worden genegeerd. Kalimera, de pleronome. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα από χιλιάδες κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Als we niet in slagen om die crisis te voorkomen, dan gaat het heel erg veel geld kosten. Als we erin slagen om het op een manier te doen tot wat we tot nu toe aan het doen zijn, dan is er in ieder geval nog een kans dat je de schade heel beperkt kan houden voor de belastingbetaler. Wat is er tot nu toe gedaan om de crisis in Griekenland te beteugelen? Er is voor 110 miljard euro aan Europese steun toegezegd. Of de volgende tranche daarvan, 12 miljard euro, kan worden afgedragen, wordt nu door Europese en IMF-officials in Athene bekeken. Als het zo is dat het IMF zegt, wij doen hier niet in mee, in die volgende tranche van het reeds toegezegde geld gaat het dan om, dan zal Nederland dat ook echt volgen. Maar zeker is al, voordat dat rapport wordt uitgebracht, dat Griekenland aan de tot nu toe gestelde eisen lang niet voldoet. Voor Nederland is het dan ook absoluut noodzakelijk dat de Grieken laten zien dat er een extra pakket aan bezuinigingen komt, een extra pakket aan economische hervormingen en privatiseringen van staatseigendommen om zo extra geld te genereren. Zonder dat soort maatregelen praten we überhaupt als Nederland nergens over. Hier verschijnt Hydra weer ten tonele. Stapt Griekenland uit de euro, wat is dan het lot van Ierland, van Portugal? Worden delen van de leningen kwijtgescholden, welke banken vallen er dan om? Franse financiële instellingen hebben 57 miljard euro uitstaan. Duitse 43 miljard. Nederlandse 4,5 miljard euro. Eigenlijk moet Hydra hard worden aangepakt, op alle fronten tegelijk.
cold turkey. Maar dat is politiek onhaalbaar en economisch gezien zitten banken en burgers nog te diep in de schuldencrisis. Als het misgaat met Griekenland, is het dan erger dan die financiële crisis waar we nu nog steeds zoveel last van hebben? Ja, die is in potentie mogelijk. Is dat ernstiger omdat het ten eerste in onze eigen achtertuin is. En ten tweede natuurlijk een land betreft en niet alleen één instelling. Een land is in potentie erger nog, ernstiger dan een enkele bank. Dat zei de Nederlandse minister van Financiën Jan Kees de Jager. Eerder vanavond sprak ik met Willem Buiter, chef-econoom van de Amerikaanse bank Citigroup. En ik vroeg hem eerst hoe Griekenland er volgens hem voor staat. De Griekse staat is de facto bankroet of failliet. En het enige wat er nog besloten moet worden is hoe dit staatsfaillissement op de meest ordelijke en minst schadeberokkende manier kan worden verwerkt. Welke manier is dat? Het is altijd het beste om zo snel mogelijk de realiteit van een staatsbankroet te erkennen. En dan ogenblikkelijk te herstructureren. Dus een groot deel van die schuld op de meest klantvriendelijke manier af te schrijven. Maar waarschijnlijk zal dat in Europa niet gebeuren. En wat hier waarschijnlijk zal gebeuren is dat ze wat meer leningen nog zullen krijgen, een tweede schep geld erbij. Dat lost het probleem natuurlijk niet op, maar op korte termijn voorkom je de wanbetaling door en dat de bestaande leningen wat verlengd worden. Minister Jan Kees de Jager hier van Financiën, die heeft vandaag gezegd: we staan er zo slecht voor, net zoals met de val van de bank Lehman Brothers in New York in 2008. En de situatie nu is nog veel ernstiger. Als Griekenland omvalt en bankroet gaat, dan verliezen we miljarden. Nee, dat is helemaal niet waar. Lehman was een complexe, globale bank. Dit is een kleine, plaatselijke overheid, als het ware. En we moeten dat niet overdrijven. Het is serieus, maar het kan op ordelijke manier worden opgelost. Natuurlijk zullen er grote verliezen zijn. Er is ruim 330 miljard aan staatsschuld uitstaande in Griekenland. Als je daar 60% van afschrijft of 70%, dan zijn het een paar honderd miljoen euro's. Maar die zijn over de hele eurozone. U bedoelt miljard euro's, denk ik. En dat valt te absorberen. Miljarden. Sorry, minister Jan Kees de Jager hier in Nederland, die zegt: ja, als Griekenland omvalt en we doen nu niets, dan verliezen heel veel Nederlanders delen van hun pensioengelden. En dan wordt het nog veel ernstiger dan toen bij Lehman Brothers. U ziet dat anders? Nee, dat is ongetwijfeld waar. In Nederland is door pensioenfondsen en andere, als het ware spaarinstellingen, is geïnvesteerd in Griekse overheidsschulden. En als daar verliezen geleden worden, dan zullen die pensioenen omlaag gaan. Maar dat is geen reden om het niet te doen. En het is beter dat die verliezen dus terechtkomen. Die verliezen die al geleden zijn dus, maar alleen nog niet erkend zijn, dat die terechtkomen waar ze behoren. Dat zijn bij de mensen die in die schuld geïnvesteerd hebben, dan bij de belastingbetalers of bij de mensen die baat hebben van overheidsuitgaven. Zegt u, meneer Buiter, als je er nu nog meer miljarden tegenaan gooit, als je nu nog meer miljarden investeert, is dat weggegooid geld? Ja, dat is inderdaad weggegooid geld. Het heeft alleen zin als je gelooft dat je door het wat uit te stellen het bankroet wat meer ordelijk kan maken, het staatsbankroet. Ja. Als het niet het geval is, als je echt gelooft dat je dit doet omdat er een mogelijk is dat Griekenland dus erin zal slagen om zijn fiscale huis onder controle te krijgen, dan ben je illusoor aan de gang. En heb je echt de dokter nodig. Die mensen achter u staat in de dealing room van Citibank. Geloven die nog in een toekomst van de euro? Oh, de euro heeft een goede toekomst. Daar is geen probleem over. De euro blijft aan elkaar hangen. Er zijn alleen een aantal overheden in de eurozone die in het verleden te veel hebben uitgegeven. Die nu voor het staatsbankroet staan. En dat moet erkend en verwerkt worden. De euro zelf is niet in gevaar. Meneer Buiter, als u een oplossing zou kunnen aandragen voor het probleem met Griekenland nu, hoe zou die luiden? Gelijk het grootste deel van de schuld afschrijven en klaarstaan
om de banken die hierdoor in de verlegenheid worden gebracht ook simultaan te herstructureren overal in Europa. Dus in Duitsland, in Spanje en waar dan ook, Frankrijk, Nederland, waar de banken aan die failliete overheid zijn blootgesteld. Ik zou er gelijk Ierland en Portugal ook bij opdoen, want die halen het ook niet. In Nederland verzet de minister van Financiën zich tegen de benoeming van de Italiaanse kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. Want zo zegt hij, Italië is al een probleemgeval in Europa en zijn tweede man komt uit Portugal. Dan hebben we twee landen aan het roer van de Europese Centrale Bank die allebei zwaar in de problemen zitten. En dat is dom en onverstandig. Bent u het met hem eens? Dat is ongelooflijk on-Europees en onvolwassen geredeneerd. Je moet naar de kwaliteiten van de mens kijken. En er is geen enkele twijfel dat Mario Draghi bij verre de meest gekwalificeerde kandidaat is voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. Hij heeft alle kwaliteiten, persoonlijk en professioneel, om de beste centrale bankier uit de wereld te worden. En Europa heeft dat hard nodig. Om de kwaliteiten van de mensen, niet de nationaliteit waar ze per ongeluk mee geboren zijn, is van belang hier. Men moet zich echt schamen voor dat soort opmerkingen. Meneer Buiter, bedankt voor dit gesprek waarin u het ongeveer met alles oneens bent wat de minister van Financiën vandaag te melden had. Dank u wel vanuit Londen. Graag gedaan.